Goedendag, ik heb weer een mooie vraag. Die lees ik u voor me van mijn mobieltje. Er staan heel verhalen omheen, dat ga ik allemaal niet voorlezen, want dan is mijn tijd al op als ik bij het eind van de vraag ben. De kernvraag is dit. Hoe kun je als christen het beste omgaan met meningsverschillen van christen onderling? Bijvoorbeeld over Israël of andere morele kwesties, tussen aanhalingstekens. Of de Israël-kwestie ook een morele kwestie is, dat, er zitten in ieder geval morele aspecten aan. Maar het belangrijkste is, hoe ga je om met meningsverschillen over christenen? Dat is natuurlijk een hele lastige vraag, want dan gaat het niet alleen maar om de vraag wie heeft er nou gelijk en hoe maak je dat uit. Er zitten ook een heleboel psychologische kanten aan. Laat ik een paar dingen noemen die hiervan belang zijn. In de eerste plaats, als iemand bijvoorbeeld zegt, ja Paulus, die was er tegen dat vrouwen zich in de gemeente lieten horen, maar dat denken wij heel anders over vandaag. Dan gaapt er tussen zo iemand en mij een diepe kloof. Want voor hem heeft de schrift niet die autoriteit die het voor mij heeft. Paulus zegt wel dit, maar ik zeg dat. Dan is eigenlijk het gesprek bijvoorbeeld al afgelopen. Maar als hij zou zeggen, ja Paulus zegt dat wel in 1 Korinthe 14, vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Maar hoe leg je dat precies uit? Er wordt nog een paar keer over zwijgen gesproken. Met andere woorden, hij wil wel uitgaan van de schrift, maar niet afgaan op de blinde letter. Hij wil begrijpen wat er staat. Het is een kwestie van schriftuitleg. Dan staan wij op dezelfde grondslag. We willen allebei uitgaan van het woord van God. En dat is van enorm belang als het gaat om discussie met vrijzinnigen die zich aan de Bijbel niet veel gelegen laten liggen. Of wie de Bijbel alleen maar in heel algemene zin een soort inspiratiebron is. Of dat het gaat om christenen die beide willen uitgaan van het woord van God. En dan moet je kunnen accepteren dat er heel wat verschillende uitleggingen bestaan. Dan zullen sommigen uitgaan van de kinderdoop en anderen van de gelovige doop. Ja, moet accepteren dat dat er is. Allebei hebben ze ook krachtige bijbelteksten. Daarbij moet ik wel een ondeugende opmerking maken. Je moet ook wel een beetje kijken wat iemands achtergrond is. Je kunt moeilijk van een baptist verwachten dat hij zegt, nu, ik heb er nog eens over nagedacht, in die kinderdoop zit er ook wel een hele hoop. Ja, er zit voor hem, ik weet niet wat, aan vast een hele gemeente, zijn hele opvoeding, achtergrond. En omgekeerd ook. Dat ik van een gereformeerde theoloog verwacht in doorsnee, dat hij zegt, die gelovige doop, dat zit, hoewel ze beginnen trouwens wel te komen, zulke mensen, daar zit ook wel wat in. Mensen kunnen vaak vanuit hun achtergrond ook niet anders dan zo te redeneren. Een bevindelijk gereformeerde christen, hoezeer ik hem ook als broeder kan accepteren, die zit met huid en haar vast aan die formulieren van enigheid en alles wat daarin staat, dat is bijna net zo belangrijk als de Bijbel. Dus je moet, als je iemands mening hoort, je ook altijd afvragen, heeft hij zichzelf vastgezet op die mening door wat hij gepubliceerd heeft? Zit hij vast aan die mening op grond van de kerk waartoe hij behoort? Zit hij vast aan die mening, weet ik veel. Het is heel moeilijk met mensen een debat te voeren waarbij het puur gaat om argumenten en niet alleen maar over gevoelens. Ik ben wel zo ondeugend dat ik dat even over die doop zeg. Als ik merk dat gereformeerde theologen over die doop beginnen, dan denk ik, wat is dit ongelooflijk dun. Er komen nauwelijks argumenten uit hun mond. Maar het voelt zo goed, want wij gereformeerden weten hoe je kinderen, dat je kinderen moet dopen. Maar ik hoor geen argumenten. Ik hoor alleen maar het gezellige van het samen gereformeerd zijn en wij weten hoe het zit. Dat geldt omgekeerd ook hoor. Want ik denk dat een hoop baptisten nog nooit serieus geluisterd hebben naar de argumenten van die kinderdopers. Met andere woorden, het is heel moeilijk een debat te voeren waarbij het puur over Bijbelse argumenten gaat. In het algemeen hebben we daarbij ook onze belangen. De dingen die we vroeger gezegd hebben, door de kerk waar je in zit, dat telt allemaal mee. En ook voor heel veel mensen is het heel moeilijk om, als je je hele leven gehoord hebt dat het A is, om je dan open te stellen voor de mogelijkheid dat het misschien wel B of zelfs C zou zijn.
Dat is de psychologische kant van de zaak. Maar er komt nog wat bij. Als je het bijvoorbeeld over Israël hebt. Nou, ik heb daar een tijdje geleden uitvoerig over gesproken in deze rubriek. Dus daar ga ik op zichzelf niet verder op in. Maar een van de allerbelangrijkste aspecten die daarbij aan de orde zijn, is pure onkunde. Dat geldt ook trouwens voor die andere onderwerpen. Mensen beweren vaak dingen die ze zo vinden omdat ze eenvoudig de schriftuurlijke argumenten nooit goed op een rijtje hebben gehad. Ze zeggen maar wat. Heel veel mensen zeggen maar wat over christenen en Palestijnen omdat ze dat in het nieuws zo gehoord hebben. Ze laten zich door de seculiere pers voorlichten, terwijl ze niets weten van de historische achtergrond. Ze weten niks van de volkenrechtelijke aspecten. Ze weten niks vooral van de theologische aspecten, de landbeloften enzovoort. Ga ik nou niet op in. Ik noem het als voorbeeld dat een heleboel standpunten ook het gevolg zijn van onkunde. Pure onwetendheid over een aantal dingen. Als mensen zeggen, nou die twee-staten-oplossing, dat moet toch mogelijk zijn. Dan denk ik, ja zeg, we zijn geen Nederlanders en Belgen daar in het Midden-Oosten. Die vreedzaam naast elkaar leven. Er zit zoveel achter in de geestelijke wereld. Wat voor strijd is daar gaande? Als je daar geen verstand van hebt, dan moet je je mond erover houden. Soms is het ook een gevoelsmatige kant. Puur gevoelsmatig kan ik best begrijpen dat een hoop mensen zeggen, dat is toch verschrikkelijk wat er allemaal daar in Gaza gebeurd is. Hoeveel kindertjes zijn daarbij omgekomen? Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar daarvoor ga ik nog niet de straat op om aan een pro-Palestijnse demonstratie deel te nemen. Omdat er ook een heleboel andere aspecten zijn. Oorlog vereist altijd verschrikkelijk veel slachtoffers. Oh, kinderen, dat is verschrikkelijk. Maar die oorlog heeft een oorzaak. Die oorlog is begonnen met die verschrikkelijke aanslag op 7 oktober. Nou, ik heb al gezegd, daar gaan we niet uitvoerig over spreken. Maar daar is iets zo verschrikkelijks gebeurd, dat Israël toen besloten heeft of dat nou goed was of niet, of dat verstandig was of niet. Wij gaan net zo lang door dat we Hamas verslagen hebben. Ook al kost dat nog ontzettend veel mensenlevens. En dan moet je uitkijken dat je niet je door gevoelsmatige argumenten laat leiden. Want als ik dat doe, kan ik net zo goed gevoelsmatig zeggen, wat is dat verschrikkelijk. 250 gijzelaars die nog steeds voor een groot deel gevangen zitten. Ik ga de straat op om te pleiten dat Israël alles doet om die gijzelaars vrij te krijgen. Ja, dat is allemaal lief en allemaal gevoelsmatig. Dan kun je met de Palestijnen meelopen, je kunt met Israël meelopen, want allemaal hebben ze verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar begin nou eens gewoon met de historische feiten en de politieke feiten. En dat maakt het dus nog ingewikkelder, want dan gaat het dus niet alleen om Bijbels argument. Maar daar begint het wel mee. Bij die mensen waar de schrijver, de vraagsteller het over heeft. Sommige van zijn vrienden doen wel eens mee met een pro-Palestijnse demonstratie. Dan zeg ik, vraag dan niet aan die vrienden, waarom doe je dat? En die Palestijnen dit, de Palestijnen. Begin dan gewoon met deze vraag. Geloof jij in de landbelofte? Geloof je dat God beloofd heeft dat ooit, en dat is dan tegen de tijd dat Christus terugkomt, dat hij Israël terug zal halen naar zijn eigen land? En dat de Israëlieten daar hun eigen staat zullen hebben, et cetera. Als je niet gelooft in de landbelofte, dan kun je nog zo'n goede christen zijn, maar dan kun je over die hele toestand momenteel alleen maar praten in politieke termen, journalistieke termen, volkenrechtelijke termen, maar je mist het hele begin. En dat is, wat zegt de schrift? Over de toekomst van Israël, ook trouwens over de toekomst van de Palestijnen, want daar zijn ook positieve beloften voor. Nou ja, ik heb je dat allemaal verteld in mijn boekje, wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. Wat heel goed gelopen is en in 5 talen beschikbaar is, gewoon om mensen te helpen. Begin nou eens gewoon met de feiten te leren kennen. Laat je niet door gevoelsmatige argumenten meeslepen, hoewel die ook een plekje mogen hebben. Maar die mogen niet de doorslag geven. Begin met de feiten. En die feiten is dan in de eerste plaats voor een christen de Bijbelse feiten. En als je die op een rijtje hebt, dan kom je al een stuk dichter bij elkaar. Nou ja, ik weet niet of de student die dit gevraagd heeft er wat mee kan. Ik hoop het van wel. Blijf praten in elk geval met elkaar. En laat niet het gevoel overheersen, maar de Bijbelse argumenten. Dat is mijn advies. En voor de rest, u ziet, je kunt hier alles vragen. Wij zijn nergens bang voor.
We hebben niet alle antwoorden, maar we kunnen wel proberen mensen te helpen dat antwoord te vinden. Hebt u ook een vraag? Stel hem aan vraagapenstaartje groeien in geloof. Ziet u rechts hier nou daar staan. En als u meer video's wil volgen, klik dan op de abonneerknop. Ik heb het nog nooit gezien, maar dat schijnt daar ook rechts onder in de video te zitten. En dan bent u gratis abonnee. De volgende vraag wordt beantwoord door Dato Steenhuis. En over 14 dagen hoop ik hier weer te zitten met een vragenbeantwoording. Tot dan.